Oké. Hallo! Snel op, Johnny. Nee! Jongens, Sen is naar de wc, maar het stroom is uitgevallen. En nu kan onze wok niet gemaakt worden, denk ik. Hé, hey, daar is de licht. Oh ja. Smeertje zit in jou op. Ik denk dat het dus nog hierin zit. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en vandaag is een hele leuke dag. Want ten eerste mijn zomercollectie in samenwerking met Vincino. Uitgekomen. Super leuk. Nou, hier buiten is het nou niet echt fantastisch weer. Maar het komt goed uit, want wij gaan straks lekker naar Spanje. En daar is het nu 20 graden of zo was het, toch? Dus fantastisch weer. Dus ik heb lekker heel veel kleren uit de zomercollectie mee naar Spanje. Ik heb nu dit aan. Ik heb eigenlijk in het vliegtuig echt nooit iets leuks aan. Ik heb altijd gewoon een joggingpak aan. Heb ik dus deze blauwe Dunks aan. Deze heb ik echt al best wel lang niet aangehad eigenlijk. Deze broek is van Stradivarius. En deze trui uit de AliExpress video. Oh, en de video komt vandaag online. En de zomercollectie is dus vandaag live. En we gaan naar Spanje. Dus het is een drukke, maar een leuke dag. En ik ga jullie lekker mee in de koffers. We vallen allemaal telkens om in deze bus. Ik moet een beetje oefenen, want waarschijnlijk moet ik dit jaar ook in mijn eentje vliegen. Oh, ik besef eigenlijk hoe eng dat is. Dat is heel moeilijk. Ik heb echt ook in, dat is echt moeilijk hoor. Nou, stap 1 is dus kijken waar je heen moet. Die heb ik gecheckt. Nou. Mooi kunstwerk boven ons. Gelukkig is het ook niet zo tering druk. Mijn god. Dit snap ik dus echt niet. Dan eet je een broodje en dan laat ze echt het laatste wat ik vind. Echt vies eigenlijk. Ik weet ook niet waarom ik dit heb gegeten. Dat snap ik ook niet. Je hebt wel een heel broodje achter de kiezen. Ja, omdat ik honger had. Niet te gaan dicht, jongen. Die keten gaat dicht en bij de daar. Oh nee. Hebben we daar een hand? Oh, oh joh. Dit ligt nog wel. Als jij je haar van mij. Harder weer gaat zitten. Ja, we zijn. Mop, vertel maar, waar zijn we? In waar zijn we? We hebben het overleefd. Oh, ik zeg het toch heel hard. Nou, eens kijken maar even. Ik kan niet normaal lopen omdat ze spierpijn heeft. Ja, ik ging gewoon net helemaal door mijn been. Het is zo pijn. Maar ik heb wel goed de gym. Hartstikke leuke auto. Aan de licht aan. Je moet dan ergens aan draaien altijd. Oh, en wat is nu die piep dan? Jongens, hebben jullie gordels om? Ja. Is het nu goed? Nee, jongens, ik heb aan dat jullie gordels. Oh god. Vorige keer ging de ruitenwisser de hele tijd aan. Ja. Oh ja! Je bent erop! Dat is de je moet eigenlijk ook eerst even testrondje maken. Toen ging gewoon letterlijk 24/7 de ruitenwisser die ja, okay. Voor en achter de hele tijd aan. Het is wel echt een hele mooie lift. Ja, oh mijn god. Hoi. We zijn aangekomen in het huisje. En mijn moeder heeft dus al best wel wat verbouwd toen ze hier in een eentje was. Alleen ik ga een hele leuke serie maken van het huisje in Spanje. En alles verbouwen en weet ik het allemaal. Dus ik wil jullie nog niet te veel laten zien natuurlijk in de vlog al. Want dan, nou ja, laat ik alles al zien van het huis. Maar het is in ieder geval heel erg leuk. We hebben hier
alle koffers staan en het is nu volgens mij, ik zal even kijken, 8:30 al. Dus we gaan denk ik even alles overal neerleggen en dan gaan we even naar de stad lekker wat eten. Want ik heb honger. Nee, het is gewoon 9:00 en ik heb het totaal niet koud. Besef als de zon schijnt. Ik heb alleen maar een trui met een leerjasje aan. Ik barst van honger. Het ziet er niet normaal lekker uit. Jongens, Sen is naar de wc, maar het stroom is uitgevallen. Ik denk niet dat dit klopt hoor. Ze zingen, maar dat klopt niet. Oh, Mop kan er niet. Oh, Mop komt. Mop, de stroom is uitgevallen. Hè? Stroom is uitgevallen. Ja, what the fuck? Ik hoorde het. Ik denk, ik ga maar vloggen, want je bent het niet. Echt? Nee, wij hebben echt dramatische kippetjes. Heb jij zo gehoord? Dramatische kippetjes, ja. Oh, ik was... En nu kan onze wok niet gemaakt worden, denk ik. Hé, hey, daar is het weer licht. Het was nog even keer filmen, het was net donker. Joh, heerlijk. Wat is dit? Terug is. Dit is serieus zo raar. Echt heel lekker. Heel lekker? Ik vind het heel apart, maar het is wel echt... Heel apart, maar... Het is niet vies, nee. Oké, nou mijn review. Het is lekker, of niet? Yeah. Wij zeggen niks. Wat was dit überhaupt ook weer? Ja. Champignonnetjes met mango saus. Oh, dit is wat Jor wilde. Dat is zeker niet lekker, hè? Heerlijk. Wel. Niet normaal. Heel lekker. Lekker hoor, is het. Oh my god. Wauw. Kijk. Hey. Handig! Oh, en die moet je eruit afhalen? Nee, die kunnen gewoon blijven. Die zitten dus vast eraan gemaakt. Leuk hartje. Ons gordijn voor vanavond. Het lijkt op recht een hart. Ja. Kijk, tadaa, tadaa. Jor, nee, niet zo. Wat? Dit is wel goed hoor. Hoezo pak jij de puntjes even? Wat? Ik kan er toch ook gewoon in. Ik snap niet wat jullie zeggen hoor. Ja, wat doe jij? Hoezo pak jij de puntjes bij zo'n klein kussen? De puntjes? Ja. Wat is? Wat? Ik snap het ook even niet hoor. Het is 10:30. Ik heb hier lekker geslapen. Dat zie je ook wel, tering met ziekenhuis. Van het balkon kijken. Oh, wat lekker. Oh, hey. Oh, het zonnetje. Oh, lekker. Oh, dit is echt lekker. Goedemorgen dus jongens, ik ben in mijn eentje hier aan het rondlopen. Het is 10:45, ik ben nog niet heel lang wakker, maar ik dacht ik heb eigenlijk wel zin om een rondje te gaan lopen of zo, ook om het een beetje misschien te verkennen. En Maite zat nu aan school, Jordi was nog half in slaap en mijn moeder is even boodschappen doen. Ik dacht ik ga gewoon lopen, maar ik moet niet te ver lopen, want straks... weet ik niet meer hoe ik terugkom. Maar ik moet zeggen dat ik hou echt niet van wandelen. Of van mijn lol gaan lopen. Maar hier, met dit zonnetje, is het echt niet verkeerd. Ik heb trouwens ook dit pakje nu aan uit mijn nieuwste zomercollectie. Blauwe pakje, dit is de trui ervan. Met dit, met allemaal letters op de achterkant. En dit, mijn passende broekje. En dit... outfit, deze outfit is echt top voor dit weer. Want het is nu denk ik 18 graden of zo met een zonnetje. Maar het is echt totaal niet koud. Het is echt heerlijk. Maar het is ook niet warm. Dus ik ben eigenlijk lekker een rondje aan het lopen. Een ontbijt, hè? Kijk hoe ik hem heb. We hebben net even een aantal dingen in het... Het is warmer buiten dan binnen. Ja, hè? In het huisje gedaan. Maar dat zien jullie allemaal in de
verhuisvlog, verhuisserie. Maar jullie gaan nu even zwemmen. Eerste duik in het zwembad, jongens. Ik verklaar hem echt voor gek. Een legendarisch moment. Ja, dit is trouwens echt een leuk. Het beeld wordt vastgelegd. Het is iconisch. Dit is de eerste duik van duizenden. Ja? Oké. Okay. Hallo! Mijn telefoon. Nee. Zal ik een momentje gaan? Ik denk dat het zo koud is. Nee, niet naar het. Oh my god. Het is echt zo koud. Oh, belachelijk. Is het zo koud? Het is heel koud. What the fuck? Ik wil het voelen. Holy, dit is niet normaal koud. Dit is echt belachelijk. Dit is gewoon een ijsbad. Oh mijn god. Oh, het is wel zo lekker als je eruit komt. Gelijk lekker horen. Ja, oh. Lekker in het zonnetje. Het is dus echt best mooi weer. Alleen nog niet helemaal. Ik heb een borst. Echt? Ja, het is ook. Ik vind het met mijn hand al fucking koud. Het is belachelijk. Zwembad staat dus ook gewoon een bordje met een siesta. Dat je dus niet mag zwemmen. Tussen half 3 en half 5. Want dan slapen de mensen hier. Ja, dat mag gewoon niet. Nou, trouwens. Oeh, je bent net op tijd. 2 uur. Okay, nou, we gaan dus nu eventjes lunchen bij de haven. En ik heb nu dus even dit leesertje aan van Stradivari Zijs van Maite. Een shirtje uit mijn eigen zomercollectie die net uit is. En deze broek. Dit is een maatje 16 en dit is een maatje 14. Ik zit er echt een beetje tussenin. Maar goed, en gewoon mijn Nikes. En een tasje heb ik mee. En Maite hebben dus dezelfde broek aan vandaag. En Maite draagt hem dan weer in het 16. Maar het is dus een beetje. Want ik draag dus de spijkerbroek dan wel weer in het 16. En deze dan weer in het 14. Oh, ja. Dus allemaal een beetje. Maar, Maite, hoe lang ben jij? 1,67. Ik ben niet zo lang mee. 1,67. 36 broeken heb ik. Ja, dan kan je deze aan. Het karper. Zijn gewoon allemaal vissen. What the fuck? Dus even als je hier nu in moet springen, hè? We zijn ziek groot. Ja, dat is best wel eng. Oh mijn god. Eww. Je mag gewoon dit open water of zo. Altijd als we hier langs liepen, dan dacht ik, wat als ik nu inval? Wat als we hier in was? Altijd, dat is zo eng. Zijn er ook veel? Ja. We zitten op de haven, waar we 1 keer eerder al hebben gegeten. Mama, oh, geitenkastanade. Dit is echt niet normaal. Wauw. Snelle outfit switch, want we gaan even naar de winkel om wat nieuwe dingen te kopen voor in het huis. Wat jullie dus ook allemaal in de serie gaan zien. Maar ik heb nu even een truitje aangedaan, want het is nu 5 uur of zo. En dat vind ik wel even lekker. Ik had het een beetje koud met deze witte spijkerbroek uit mijn collectie. En hiervan heb ik dus wel een maatje 16. Echt heel leuk is deze. We lopen dus nu in de stad. Van, dit is denk ik 10 minuten van ons huisje vandaan. Ja. En dit is dus echt. Hier lopen echt alle Spanjaarden. Ja, dit is zo typisch. Dit is gewoon een winkelstraat met allemaal. Van die omaatjes daar. Winkeltjes, ja. De club. Oh, een clubje. Oh, wat schattig. Oh, aan de overkant. Ik ga stinken, dit is echt leuk om te zien. We gaan dus even naar wat meubelwinkeltjes. Tenminste, even kijken of ze dat hier hebben. Deze winkel in Spanje heeft oprecht letterlijk alles. De Alehof. Alehof. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar. Je moet hier eigenlijk ook gewoon niet naar binnen gaan. Want als je hier naar binnen gaat, ga je wat kopen wat zulke onzin is. Ja. Nu heeft mama ook 3 dingen gekocht. Wat heb je gekocht? Een oplader voor in de auto. En een gewone oplader. Met ook, want die was een beetje stuk. En nog een schouweentje, maar dan een ander. Ja, zie je, even een ander. Hoeft helemaal niet. Nee, geloven. Oprecht. Voor de derde keer naar de woonwinkel. Dus dat is ook nou ja, wat we ook kunnen doen, we gaan even kijken. Maar we kunnen ook nu. Bij een Spaans. Je hoort me gewoon niet door die machine. Bij een Spaans steentje. Holy shit.
auto uit. En dat draadje zat gewoon nog in haar broekzak. Dus heeft ze letterlijk... Aan de telefoon. Oh. Maar nu is het afgebroken, dus ik denk dat dat nog in de... Oh. Nee, in haar telefoon. Ja, en dat krijg je er niet uit. Jawel. Oh. Deze heeft ze letterlijk een uurtje. Ze heeft hem net nieuw gekocht. Ja, maar ze weet dit nog niet, dat dit nu in de telefoon... Kom eens. Dit hoort toch niet zo? Kijk, hè. Het is gewoon afgebroken. Ja, dit ding wat... Oh, dit zit nu in haar oplaadgatje. Ja, die zit nu in haar oplaadgatje. Gatje. En dan moeten we dat eens maar zien uit te krijgen, anders kan je hem niet meer opladen. Jawel, je kan dat er wel uitkrijgen hoor. Volgens mij wel makkelijk. Ik heb dat ook een keer gehad. Ja, maar man, doe het zo! Ze loopt gewoon letterlijk die kant. Zin ik kant. Man, leef eens je telefoon. Af. Dat smeertje zit in jou op. Ik denk dat het dus nog hierin zit. Oh nee. Huh? Hoe werkte dit dan? Het is gewoon afgebroken. Ja, nou hoop ik niet dat hij hier nog in zit. Nee, want anders zie je dat al zitten, anders steekt het ook uit. Ik was er zo blij mee. Ik moet hem weer naar die halen op de pop. Nou, ik hoop. Nee, het zit er volgens mij niet in. Nou, beter. Anders had het echt een probleem geweest hoor. Besef dit. Dit is gewoon iedereen zijn droom. Allemaal als kind. We hebben nu een klein zakje snoep. We dachten we doen van alles heel weinig. Maar uiteindelijk hebben we ook best weinig. Ik zou echt deze proeven als ik jou was. Ja, wauw. Ik ben hier zo benieuwd naar. Nee, dat dacht ik dus wel. Er zit spek in. Oh, dit is echt niet normaal. Er zit spek in. Gak gewoon. En dit? Mmm. Dit is letterlijk witte chocola met spek. Ja. Jordi is fanatiek bezig in de sportschool, maar nu kan hij even niet sporten, dus... We gaan squatten met hoeveel kilo op mijn rug? 52. Okay. Om precies te zijn. Daar gaat hij. Dieper! Ik ga stikken, maar... Je kan... 6! Ah! 7! 9! Ren je. 10! Pas op! Nee, dan! Goedemorgen jongens. Ik ga dus even een smoothie maken. Maar ik moet ook voor jullie een mee te maken. Maar ik ga het echt voor met echt van alles en nog wat doen. Ik heb geen idee of dit lekker wordt, maar goed. Ik ga er komkommer in doen. 2 bananen. Wat aardbeidjes. Wat blauwe bessen. Almondmelk. En wat kwark. Nou, ik wil het aan het maken. Geen idee dus of het lekker wordt. Maar goed. En op het einde doe ik er ook nog even wat ijsklontjes in. Zodat het lekker... koud is, maar we gaan het eerst eens even mixen. Oké, ik ga het even proeven. Oh, het is best wel lekker. Ik ga even wat meer maken, want ik dacht, als het niet lekker is, dan maak ik het niet meer. Maar dat ga ik wel doen. Hij ziet er zo goor uit. Hij is wel lekker, hoor. Love. Proost. Toch? Yes. Jurk aan en ik heb deze echt nog nooit aangehad. Maar ik weet echt niet wat ik ervan vind. Hij is dus een beetje... Oh, nou, dit is echt verschrikkelijk leeg. Paars met blauw. En hij is heel lang. Alleen, ik voel me een beetje, ja... ik weet niet. Ik weet het gewoon niet. Maar ja, op zich is het wel perfect voor dit weer. Want 21 graden of zo is zo'n jurk eigenlijk echt perfect. Maar ik weet het nog niet. Misschien dat ik me straks even omkleed. Oké, de outfit is even... Die ik er niet. Even geswitcht. En ik heb ook even helemaal klaargemaakt eigenlijk. Ik heb nu dit shirtje aan van Stormy. Deze broek van de Subdude. En mijn daar schoenen. En we gaan zo weg. En dan lekker lunchen in de stad. Het is vandaag echt de warmste dag. Heerlijk met het zonnetje, dus ik doe lekker geen jas aan of zo. Mam! Wat? Ja, weet je hoor. Pak hem broken, hè?
Ik heb het weer een beetje onderschat. Ik heb geen jas mee, maar ik heb het best wel koud. Ja, het windje. Ja, we zitten vol in de zon, maar ook vol in de wind. Op het dakterras was het niet zo koud, maar nu wel. Maar ik krijg een vest van mama. Maar mama heeft een heel gek voorgerecht besteld. Is het lekker? Waffel in de zon. Vegetarisch hakballetje. Vind je het lekker? Niet normaal. Het duurde lang, maar dat is het waar, denk ik. Wil ik even salt bij? Salt bij? Hier niet? We zijn nu in de winkel, waarvan de zomer mijn telefoon is gestolen. Tenminste, toen dachten we, we weten het gewoon nog steeds niet 100% zeker, maar het kan eigenlijk niet anders. Ik heb een beetje nare herinneringen aan in deze winkel, maar goed. Je hebt hier echt van alles. Wat moet je met zulke schilderijen? Nou, voor een leuke kamer. Nee. Ik weet niet of het een handig plan is. Maar we gaan het wel doen. Nou, lekker makkelijk. Ik zeg gewoon dat je een gebroken been hebt of zo. Dat je niet kan lopen. Tuut, aan de kant. Nee, hè? Super handig, man. Zo'n opstapje. Dat hoeven we niet. Je mist de weg. Ja. Kom, ik vind dit niet grappig. Dat hier een theekan is, hoor. Nee, denk een koffiekan. Oh, denk waterkan. Pas nou op, Johnny. Ja, je kan er gewoon uitstappen, zo. Niet verkeerd, man, bro. Ja. Goedemorgen. Mama heeft. Wat heb je eigenlijk gehaald? Churros alleen? Churros! Zo, en niet zo'n klein beetje ook. Oh, lekker zeg. En wat is dit? Chocoladesaus. Dus we gaan even ontbijten. En ik heb dit aan vandaag. Allebei groen. Dit is van Stradivarius. Dit is de broek ook. Pantoffels alleen niet. Oh, ik doe gewoon suiker en chocolade. Je kan ze dopen in chocolade. Is het lekker? Is het lekker? Wat? Ja, het ziet er niet uit. Je hebt hier ineens fucking lang en dan hier niks en hier wel weer lang. Nee. Ja, weet ik niet. Dat ding valt zomaar uit. Je kan wel een normale douchegel gebruiken. Jordische apparaat. Scheerapparaat is halverwege uitgevallen. En er heeft geen oplader of iets mee.